Welkom bij Boerenbusiness TV. Deze week is de regeling fosfaatreductie varkenshouderij in werking getreden. Dat betekent een vrijwillige regeling van varkenshouders om met deel te nemen aan het voerspoor. Ik ga het hier vandaag over hebben met Ingrid Jansen, voorzitter van de POV. Ingrid, welkom. Dankjewel. Bij ons. Ik ben benieuwd, hoeveel aanmeldingen zijn er inmiddels? Nou, we hebben afgesproken met elkaar dat we geen uitlatingen doen over het aantal aanmeldingen. Maar ik kan wel zeggen dat er behoorlijk veel animo is voor de regeling onder varkenshouders. Meer dan verwacht? Ja, misschien kunnen we wel spreken meer dan verwacht. Want het is natuurlijk een behoorlijke tour de force geweest de afgelopen periode. En dat er toch zoveel animo is voor de regeling, dat stemt ons content. Ja, precies. Wat maakte dat het een tour de force is geweest? Als je kijkt naar de afgelopen periode, kwam denk ik medio vorig jaar, rond het najaar, kwam het verzoek vanuit de staatssecretaris of de varkenshouderij bereid was om een bijdrage te leveren aan het reduceren van de fosfaatproductie in Nederland. Mm-hmm. Nou, dat lag ook omdat de varkenshouderij baat heeft bij het behoud van derogatie. Maar dat lag wel vrij gevoelig ook in de sector. De sector heeft niet het probleem veroorzaakt. Het is eigenlijk met name door de groei van de melkveestapel dat Nederland het fosfaatplafond of nationale fosfaatplafond heeft overschreden. En ook door de groei van de melkveestapel zijn de mestafzetkosten voor varkenshouders ook verder toegenomen. Dus ja, de bereidheid om een bijdrage te leveren, die was op dat moment ook gering. En je hebt ook te maken met sentimenten uit het verleden. Dat namelijk de varkenssector ook bij de introductie van de varkensrechten in 1997 de enige sector is geweest, dierlijke sector is geweest die generiek gekort is. Mm-hmm. En als gevolg daarvan zijn ook bijvoorbeeld de pluimveehouders gevrijwaard van een generieke korting toen de pluimveerechten in 2001 werden geïntroduceerd. Dus je hebt gewoon rekening te houden met die gevoeligheden. Zijn de varkenshouders toch overstag gegaan. En omdat wij ook gewoon uiteindelijk baat hebben bij belang of bij behoud van derogatie. Maar de aanloop daarnaartoe, dat was wel een vrij intensief traject. Nu is de regeling er en je zegt van nou, er is veel animo voor. Het leeft bij de varkenshouders om deel te nemen, om het fosfaat, het fosforgehalte in het voer te reduceren. De doelstelling is 1 miljoen kilo fosfaat. Eigenlijk moet het zo zijn dat als wij 4 miljoen euro hebben uitgegeven, dat er 1 miljoen kilogram fosfaat is gereduceerd. En die 4 miljoen is bedoeld als vergoeding voor de varkenshouders? Ja, dus de regeling is gestoeld op twee uitgangspunten. Dus dat is op basis van vrijwilligheid. Dus een varkenshouder bepaalt zelf of hij deel wil nemen aan de regeling. En als er sprake is van meerkosten, dat de varkenshouder daar een vergoeding voor krijgt. En hoe hoog is die vergoeding? Ja, dat is echt afhankelijk van de fosfaatreductie per bedrijf. Dus dat kan variëren per bedrijf. Voor welk type is het de regeling vooral interessant voor bepaald type bedrijven? Zeugbedrijven, vleesvarkensbedrijven, grote bedrijven? Wat we wel zien is dat de regeling ook met name aantrekkelijk kan zijn voor vleesvarkensbedrijven. Dus dat zien we wel. Maar ik kan niet zeggen van wat voor type bedrijven hebben zich nu ingeschreven. Omdat wij hebben de uitvoering van deze regeling uitbesteed aan een onafhankelijke organisatie. Dat is in dit geval Flint. Om zo ook de verschillende belangen die er zijn, die zoveel mogelijk te borgen. Even kijken, nu het inschrijven is mogelijk tot 26 juni. Als het in dit tempo doorgaat, verwacht je dat de regeling mogelijk al eerder overschreven is voor die datum? Of het enige wat ik kan zeggen, dat er gewoon behoorlijk veel animo is voor de regeling. Het leeft behoorlijk onder varkenshouders en ze kunnen zich gewoon nu op dit moment inschrijven. Maar ik kan nog niet vooruitlopen het gestelde ambitie of dat al behaald is. En dat zal ook uiteindelijk moeten blijken in de verantwoording achteraf. Dus of we de regeling opnieuw gaan openstellen, dat is nog niet aan de orde. Omdat we daar nog geen uitspraak over kunnen doen. Ja, oké. Okay. Wat verwacht je precies verder hiervan, van waar jullie hier nu mee bezig zijn?
Nou, wat ik verwacht is eigenlijk kun je dit gewoon zien. De zuivelsector of de melkveehouderij, die heeft natuurlijk de grootste opgave. Dat pakket van maatregelen is momenteel volop in uitvoering. En dit is eigenlijk een extra aanvulling op het maatregelenpakket van de zuivel. En hiermee laten we ook zien dat we bereid zijn ook om om andere sectoren te helpen. Ook omdat we gewoon het algemeen belang zien voor de veehouderij in Nederland. Mm-hmm. Dus uiteindelijk zal dit er gewoon aan bijdragen dat fosfaatproductie in Nederland verder gereduceerd wordt. Zodat de derogatie behouden blijft. En zodat we ook een sterkere onderhandelingspositie straks hebben als Nederland voor de nieuwe derogatieaanvraag. Weet je ook hoe het zit eventueel met bijproducten? De regeling is specifiek gericht op mengvoerbedrijven. Dus dat betekent dat bedrijven met brei of die breiproducten voeren zijn uitgesloten van de regeling. Op zich was de varkenshouderij al vrij ver hè, met het voerspoor. Verder dan de melkveehouderij. Ja, dat kan. Wat we hebben gezien toen de staatssecretaris ons dat verzoek heeft neergelegd, waren er eigenlijk verschillende opties. Die op tafel of die ter tafel kwamen, dat was of via het rechtsspoor of via het voerspoor. Daarvan hebben wij gezegd, oké, wij zijn bereid om de mogelijkheden via het voerspoor te verkennen, maar wel op basis van de uitgangspunt vrijwilligheid en compensatie van eventuele meerkosten. We hebben gezien dat daar ruimte in zit en uiteindelijk is economische zaken ook akkoord gegaan met de uitgangspunten van deze regeling. Dus in die zin is dat ook wel, is dat ook wel bijzonder, denk ik. Ja, oké. Dankjewel voor dit gesprek. Okay. Dit was Boerenbusiness TV met Ingrid Jansen.